Fijn dat je luistert naar Zelfmeet in Holland. Gesprekken met jonge ondernemers over extreem succesvol zijn, wat het met je doet en hoe je je leven zin geeft als je nooit meer zou hoeven te werken. Ik ben Rudolf Hemme en mijn gast is Fabienne Chapeau. Zij is 41 en zij is de oprichter van het modemerk dat haar naam draagt. Wat leuk om je te ontmoeten. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, iets gelijk. Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Nou, ik hoorde jullie al smoesje En Ik ben benieuwd. Je, oh. Beschrijf eens wat je ziet. Ja, dit is wel heel bijzonder. Um, dit is ons tweede kantoor op de Keizersgracht. En dat is um, naast het museum Foom en aan de linkerkant daarvan. En het is het koetshuis van de burgemeester. Dus het is, aan de binnenkant we hadden we alleen de rechterkant op de begane grond. Er zat een hele mooie tuin bij, een beetje zoals hier ja waren nog de paardenstallen, dus eigenlijk het, het ijzerwerk van die uh, paardenstallen, die hadden ze daar ingehouden. En wij zaten dus met bureautjes daartussen, maar we waren toen echt nog met z'n vieren of zo. Het, het bedrijf heet ook anders. Ja, het had uh, de eerste negen jaar van mijn bedrijf heette het VAP of Vap eigenlijk wilde ik FAP, maar in Nederland noemt iedereen FAP, dus toen werd het FAP, vond ik ook prima. Um, en dus daar heb ik, uh, ja, dit was eigenlijk mijn tweede kantoor en ik herinner me nog zo goed. Het was toen geloof ik 2000 euro per maand en ik vond het zo spannend, want het was echt. Heel veel geld op dat moment. En dat was echt een grote stap. Maar het is dus grappig dat dan in je hele ondernemende carrière... je continu op datzelfde gevoel zit. Maar dan gaat het natuurlijk om allemaal steeds meer risico en meer geld. Maar het gevoel is nog steeds hetzelfde. van Oh, spannend. Dus ik het. heb er hele uh, fijne gevoelens aan als ik dit zie. En Dankjewel. Herken je het kettingje? Het bedeltje gaat het hey. voetbal om. Wat grappig. Ja, dat herken ik ook. Wat is het? Nou, dat is een aap. <laughs> Want ik heb hier allemaal... Aapjes, zoals je kunt, kunt zien. Aapjes. En ook hier in mijn oor een aapje. En dat is van uh, een goede vriendin van mij, Bibi van de Velde. En die maakt echt prachtige juwelen. Um, dus dat herken ik zeker. Ja. Je houdt van aapjes? Ja, ik hou inderdaad van aapjes. En uh, volgens mij hebben die aapjes ook iets te maken met de geboorte van je zoon, Hugo. Jeetje jongens, nou het wordt meteen emotioneel, hou op. Ja, klopt. Klopt, klopt, klopt. Wat dan? Nou, Hugo, die uh, klom heel veel toen hij klein was. Echt als een, uh, we noemen hem ook vaak aapje. En ik heb deze ketting van uh, Michiel, van mijn ex, gekregen voor de geboorte nog van Hugo. Nou ja. Dus die, uh, die doe ik natuurlijk dus jij kijkt uh, nooit meer af. Je kijkt hier eigenlijk naar twee. Dingen die belangrijke momenten, of nog steeds eigenlijk, twee belangrijke dingen in jouw leven vertegenwoordigen. Hou op, want ik ga straks huilen, ja. Oké, okay, ja, laten we het, nee, laten we laten even we het hebben nee, nee, nee. over wat je allemaal aan het doen bent. Ja. In 2006 bedenk je dat je de mode in beeld. Je leent 40.000 euro van je moeder en je begint. 16 jaar later uh, kijken we naar ongeveer 1000 verkooppunten, acht brandboutiques en een webshop. Wat ben je aan het bouwen? Uh, een droom. Beschrijf de droom. Ik, ja. Nee, wat ik wel heel grappig vind is... toen ik begon had ik een hele andere motivatie dan dat ik nu heb. Nou, de motivatie die nog steeds dezelfde is... is dat ik het heel belangrijk vind dat wat ik doe... dat ik dat superleuk vind en daar heel veel energie van krijg. Dus dat staat voorop. Dat was toen ook al zo. Maar ik was toen 25. Dus... Ik weet dat ik dacht, ik wil iets voor mezelf doen, ik wil iets creëren, ik wil iets de markt inzetten. Maar het was allemaal nog heel klein. Ik ben sowieso best wel iemand die met de dag leeft. Maar toen er tijd, ik had een, een, een huurtje van een paar honderd gulden nog in die tijd, dat ik moest ophoesten. Snap je, er waren, zaten niet zoveel risico's aan. Dus ik stortte me gewoon in een supermooi avontuur. Nou, en nu ben ik 16 jaar verder en is het natuurlijk een serieus bedrijf. En merk ik dat ik de hele tijd me wil ontwikkelen en wil groeien. Ik vind dat ontzettend leuk. Groeien. Je bent, je bent ja. iets aan het bouwen dat heel groot moet worden. Um, groter moet worden. Want wat is heel groot. Nou, ik vind, ik vind uh, eigenlijk wat, wat er nu staat, vind ik al heel groot. Oh ja, grappig. We ja, nee, zijn niet. pas net begonnen voor een gevoel. Um, ja, kijk, ik weet niet of het uitmaakt. Of je het groot vindt of niet groot vindt. Ik vind het, ik merk, dat heb ik gemerkt. Dus hoe ouder je wordt, hoe beter je jezelf ook leert kennen. Uh, ik vind het heerlijk om alle potentie ergens uit te halen. En is, uit mezelf, maar, okay, wat... maar ook natuurlijk uit het team en uit wat we hier aan het bouwen zijn. Oké, okay, maar dat blijft nog, uh, nog uh, een Op beetje zwart. vaag. Um, waar, waar kijken we naar In, over een jaar of tien? Um, wat is je doel qua omzet of qua verkooppunten of qua aantal landen? Wat is je doel? Nou, het doel is om een, uh, nou eigenlijk een, een, ja, zoals we het zeggen, recognizable en beloved uh, wereldmerk te worden. Dus wij willen, een, uh, wij willen uitbreiden internationaal. We zijn een prachtig product, een collectie aan het maken. Daar zit eventueel ook uitbreiding in. Eigenlijk wil je gewoon kijken hoe ver je kan gaan. Oké, okay, maar je bent zo al voel in, ik het. Je bent al in Duitsland, twee kantoren volgens mij. Je zit in België. Ja, maar als je een kantoor opent, dan ben je er nog niet, hè? Dus ons doel is nu om in Duitsland echt voet aan de grond te krijgen. Nou, er zijn inderdaad twee kantoren in München, Düsseldorf. We hebben een team aangenomen, marketeer, uh, account managers, uh, sales director, et cetera. Dan moet je het daar nog gaan doen. En daar zijn we nu mee bezig. Oké, okay, dus als je, nou, misschien heeft. Ik denk dat de wereld niet van 193 landen heeft. Dus dan moet je er nog 190. Ja, nou goed, ik weet ook <laughs> niet of ik dat in mijn levensjaar uh, levensduur nog ga redden. Maar een wereldwijd. Merk waar mensen van houden ja, en wat ja. mensen herkennen. Ja, dat is en wat, wat je iets maakt. doet met mensen. Hmm. En uh, hmm. natuurlijk is het op een gegeven moment, leuk. hoe groter je wordt, hoe meer impact je nog kan maken, dat je iets terug kan doen. Weet je, eigenlijk vind ik het gewoon heel belangrijk: er werken nu best wel veel mensen hier. Ik vind het belangrijk dat mensen een hele fijne werkomgeving hebben, dat ze er heel blij mee zijn. En we zijn ook een ambitieus merk, dus we vinden het allemaal leuk om ja. te groeien. We, we, we zitten in, in op het hoofdkantoor in Amsterdam. Hier werken 60 man of zo? Uh, ik denk... Hoeveel mensen heb je in totaal? Ja, we hebben als, als je de winkels meerekent, dan zit je echt wel op 140. Mm -hmm. En zonder winkels op de hoofdkantoren uh, zijn het er denk ik iets van 70. Ja. Oké, okay. we hadden het over jouw droom waarvan niet heel precies duidelijk is wanneer die voltooid is. Ja, maar, uh, maar hoeft maar, dat? Dat is dan denk ik ook. Dat is een grote vraag, ja. Ja, want dat heb ik ook niet. Ik denk uh. ook niet van, oké, okay, ik moet met dit bedrijf een bedrijf neerzetten wat uh, mijn zoon over gaat nemen. Dat heb ik helemaal niet. Ik moet over tien jaar een, een exit. Dat heb ik ook niet. Ik vind het gewoon belangrijk om. We zijn er zoiets moois aan het bouwen en daar wil ik mee doorgaan tot hoe ver dat loopt. Ja. Het is ook moeilijk om te kijken van waar heb ik behoefte aan over tien jaar, waar heeft het bedrijf behoefte aan. Misschien kan ik dit wel helemaal niet meer over tien jaar. Ben ik dan niet meer de juiste persoon om het te leiden? Of misschien wel. Het is wel moeilijk om in de toekomst uh, iets vast te zetten. Ik denk ook misschien past dat ook niet echt bij mij. Mm. Je bent al uh, best een tijdje hard aan het werk. Uh, waarschijnlijk heb je offers gebracht om te komen waar je nu bent. Uh, je bent sinds een paar jaar moeder. Je bent ook. Ondernemer met ambities. Welke offers heb je gebracht? Um, nou, heel veel mensen denken ook vaak dat je sociale leven eronder leidt. Dat hoor ik ook heel vaak. Dat heb ik niet, omdat ik vriendschap echt een van de belangrijkste pillars vind in mijn leven. Dus ik heb altijd heel erg, ben altijd heel erg veel blijven investeren in mijn uh, in, in vriendschap. Ik denk, als het dan een offer is, dan zullen dat lichamelijke offers zijn geweest. Er zijn echt wel veel momenten dat ik gewoon bijna niet meer kon. Ik heb altijd aan de rechterkant in mijn nek een spier. En die wordt altijd helemaal stijf en hard. En dan krijg ik hoofdpijn. En dan weet ik weer dat ik te veel aan het doen ben. Dus lichamelijk heb ik wel af en toe. Uh, nou, heb ik denk drie of vier keer uh, in mijn carrière tegen het randje aangezeten. Het randje van wat? Nou, randje van uh, omvallen. <laughs> ja, dat is dan niet gebeurd, want ik kan dan heel snel schakelen. Ik voel gewoon meteen. Wanneer mijn lijf er tegenaan gaat, vier ik... keer op het randje van omvallen. Nou ja, kijk, wat is omvallen? Mm -hmm. um, ja, er zijn wel momenten dat je me bijspreken aanraakt... en dat ik dan moest huilen of zo. Of dat ik gewoon heel onredelijk tegen mijn zoontje uitviel. Dat ik dacht, het is zo niet. Dit heeft niks met hem te maken. Je bent gewoon nu veel te veel aan je hoofd. Uh, tickets of verkeerde dagen boeken. Gewoon veel, gewoon veel te veel. Ja, je kijkt me echt aan als in. <laughs> ik weet niet waar je het over hebt. Maar uh, ja, nee, dat, ik denk, als andere mensen mij me ook zouden omschrijven, dat heel erg druk en heel veel, dat heb ik lang gehad. Dat is nu al veel beter in mijn leven uh, gebalanceerd. Heb je je zoon misschien tekort gedaan? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik ben wel al uh, een jaar of zeven gescheiden. Ik moet zeggen, dat geeft ik wel... Dat was verschrikkelijk overigens hoor. Dat was echt het allerergste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En dat, dat heb ik gelukkig helemaal goed een plekje kunnen geven. Maar uh, ja, het klinkt heel stom, maar niemand thuis hebben geeft wel ruimte. Dus dat was aan de een kant wel weer fijn. Dat ik me echt kon focussen in die tijd op Hugo, op mijn bedrijf en op mijn vrienden. Dat was denk ik ook het enige waar, hmm. ik, waar ik toen mee bezig was. En uh, hoe voorkom je dan nu dat je nog een keer voor de vijfde keer op het randje komt? Hoe voorkom je dat? Hoe regel je de dingen? Wat heb je geleerd van de vier voorgaande keren? Ja, nou, sowieso klinkt misschien heel gek. Nou, het is, denk ik, tweeledig. Ik heb mezelf echt voorgenomen dat ik daar nooit meer wil komen. Dat is het me ook, dat is me echt niet waard. Maar dat is nu makkelijker te zeggen, omdat ik een veel beter team hebben we hier opgebouwd binnen het bedrijf. Dus kijk, ik weet ook nog wel eens dat ik dan met vrienden sprak als het te veel was. En dan was het, uh, ja, nou, dan, dan neem je toch even, dan neem je toch gewoon iemand aan. Toen dacht ik, ja, maar. Je begrijpt het niet. Het is niet zo makkelijk. Het is niet gewoon iemand aannemen. Weet je, het is zo. Je hebt er echt lang voor nodig. En het kost geld om de juiste mensen in een team te verzamelen. op de juiste plek. Dus nu, ik zit eigenlijk helemaal niet meer in de operatie. Ik ben niet meer voor alles nodig. Natuurlijk, als het ergens misgaat, moet je er weer, moet je weer inspringen. Dat, dat doe je automatisch, want het is je bedrijf. Maar ik denk dat het bedrijf staat nu echt. Het is een stuk professioneler. Dus het is veel meer. In balans en ik ben dus ook meer in balans. Ja. Dus je boekt geen verkeerde tickets meer. Je nee, vergeet geen dingen meer. Nee, dat is echt zo anders. Ik had laatst zelfs. <laughs> dat ik met een vriendje op vakantie was, en, dan, en zij is ook ondernemer en we werken altijd wel een beetje. Maar ze zei: Jezus, Fabienne, vroeger zat je gewoon altijd anderhalf, twee uur. 's ochtends nog te werken. En het is, het is gewoon normaal. Ik heb het nog steeds heel druk, maar voor mij is dit wel echt normaler. En dan denk ik, dan kan ik het dus ook nog heel lang doen. Waarom doe je eigenlijk wat je doet? Um, kijk, ik heb nooit iets anders gedaan. Dus ik weet eigenlijk niet beter dan dit. Dus ik kan ook niet echt vergelijken van waarom doe je niet iets anders. Maar waarom was dit. Kijk, jij maakt, jij maakt, uh, jij maakt mode die, waar, waar heel veel mensen dol op zijn. Dat uh, hoop ik, ja. Uh, ja, dat, ja, daar, dat, ja, ja. Um, het, heeft, het, is wel, het is wel specifiek met de, 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 hoe noem je dat in de, de sens, de, ja. de, de dat, en details. Precies, en, ja. dat is uh, anders dan andere merken. Dus je hebt echt iets gemaakt van jou. Het draagt ook jouw naam. Ja. Um, dan heb je een grote ambitie, daar hebben we het net over gehad. En ik zit me dan af te vragen, waarom doe je dit en niet iets anders? Wat maakt dat dit is waar jij je leven aan wilt wijden? Ja, nee, dat kan ik denk ik wel goed beantwoorden. En dat weet je ook als je ouder wordt. Want dan leer je jezelf steeds beter kennen. Um, ik denk dat ik helemaal op twee, nou, op het spectrum er precies tussen zit. Tussen een stukje creëren en een esthetisch oog. Dat vind ik heel erg leuk. Ik hou ook van mode, maar ik ben ook weer niet een typisch modemeisje. Maar ik vind het heel leuk om iets te maken, iets te creëren waar mensen blij van worden. We zijn ook een heel positief merk. Dus dat zie je echt in die kleding terug. En aan de andere kant heb ik die zakelijke kant. Ik vind het cool om na te denken hoe iets schaalbaar kan worden, hoe je meer mensen kan bereiken, um, hoe je kunt groeien, hoe je kan ontwikkelen, hoe ik mezelf daarin kan ontwikkelen, ook als leider, et cetera. Dus wat de hele tijd terugkomt bij mezelf, is, is ontwikkeling. Ik denk, als iets stilstaat in mijn leven, dan vind ik dat vind ik zonde. Dan denk ik, oh ja, ik heb zoveel jaar in mijn leven. Ik wil, ik wil er gewoon echt alles uithalen. En dan past ondernemerschap heel goed bij mij. Ik, het, ik ben ook echt heel veel waarde aan vrijheid. Aan mijn vrijheid. Mm -hmm. Dus ik ben natuurlijk ook erg wijs. Ik denk dat elke ondernemer ergens eigenwijs is. Ik vind het uh, heerlijk om zelf uh, dingen te bepalen. Oké, okay, maar, maar mijn, mijn, mijn vraag gaat eigenlijk waarom je doet wat je doet. Dit zijn allemaal... Dit, is, dit past bij jou? Ja, maar ik doe het omdat um, het bij me past. Uh, uh, Oké. Okay. En ik sta in mijn kracht, denk ik. Ja, in... ja. Maar dit, dit, het had wel mode moeten zijn. Het had, hadden geen koekjes kunnen zijn. Uh, nee, koekjes denk ik niet. Omdat ik dat misschien voelt voor mij dan niet creatief genoeg of dat is dan te beperkt. Maar je zei, je zei iets wat, wat even bleef hangen namelijk um, uh, waar mensen blij van worden. Ja, nou koekje kan je ook blij van worden natuurlijk. Alleen koekjes, ik zie nu ook al allemaal gedoe met dat ik denk van oh dat dat. Ik ga om... geen koekjes doen. Nee, maar even... maar, is, maar waar mensen blij ja, waar van mensen worden. Is van dat worden? is dat wat je wilt toevoegen aan de wereld? Beetje blijheid. Ja, nou blijheid inderdaad positiviteit uh, kleur lichtheid, frisheid, niet te zwaar. We nemen ons ook onszelf ook niet te serieus. Ja, ik denk dat dat er wel achter zit, ja. Dat is best iets groots. Ja, maar ik denk ook dat... Het... Als we, het over... we, hebben het over... we hebben het over jurkjes en bloesjes en, ja. en nou, Het is allemaal hartstikke mooi, ja, je maar... Je kan het ook heel erg uitbreiden. Je kan het ook uitbreiden naar uh, interieur. Nou uh, goed, zover zijn we nog niet. Dat hebben we overigens wel gedaan. We hebben ook tableware gemaakt. Maar die lifestyle kan je natuurlijk uitbreiden... Dus dat is een leuk idee. Ik weet niet of we dat ooit gaan doen, wanneer we dat gaan doen... maar het idee van het schaalbaar en het groter maken... dat vind ik, uh, dat vind ik een leuk idee. Ja, en, en, en mensen blij maken. Ja. Met mooie printjes. Ja, nee, eigenlijk soms klinkt het gewoon heel simpel. Ja. Gewoon, en dan in dit geval vrouwen. En wij nou ja, zijn ook heel erg bezig met vrouwelijke energie. Dat vinden we ook mooi. Zeker in een wereld waar ik denk dat het nog steeds belangrijk is... dat we daar aandacht aan besteden. Dus als ik daar een steentje aan kan bijdragen... dan uh, word ik daar wel gelukkig van, ja. Oké, okay. maar het is niet het eerste wat bij je opkomt als ik vraag waarom doe je wat je doet. Uh... Echt, het, het ontwikkelen van jezelf, het, uh, het alles uit het leven halen wat erin zit. Dat, ja, is, dat, dat, is, dat, dat is, het is eigenlijk dat wat, is het wat je eer... ja, als, als eerste bij je bovenkomt. Ja, ja, dat klopt. En wat is dan de zin van jouw leven, om maar zo'n een makkelijke vraag te stellen? Ja, nou ik denk dat dat wel in het verlengde ligt van waar we het net over hadden. Um... Ik vind dus ontwikkeling en groei persoonlijk maakt mij heel gelukkig. En aan de andere kant, maar dat zit hem dus niet alleen op werkgebied. Dat zit hem ook in, uh, ik heb ook bijvoorbeeld heel veel zelfonderzoek gedaan en therapieën. Uh, en ik ga daar heel goed op. Ik vind het heel fijn om heel erg veel te leren over mezelf. En zelfonderzoek leren. en therapieën. Ja. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, letterlijk, wat ik zeg. Nou, ik ben in therapie geweest. Ik hou ervan om zelfreflectie te ontwikkelen, om te kijken hoe ik in elkaar steek, waar ik vandaan kom, wow. uh, hoe ik dus met mensen om moet gaan, hoe dus andere mensen in elkaar zitten. Ik vind dat stukje ontwikkeling vind ik super interessant. Ik had ook eigenlijk psychologie willen studeren. Dus, maar dat, en dat is in leiderschap kom je dat eigenlijk op dagelijks vlak kom je dat tegen. Dus dat vind ik leuk. Maar ik hou ook heel erg van reizen. Ik wil heel graag de wereld zien. ik wil... Van landen leren, geïnspireerd raken. Um, dus, nou, de zin van het leven voor mij is, denk ik, als je het zo vraagt, want dat is het eerste wat in me opkomt, is ontwikkeling en inspiratie. En aan de andere kant uh, vind ik toch connectie en liefde heel erg belangrijk. Dat is, denk ik, ook de reden waarom ik zulke hechte vriendschappen heb. En uh, kan ik enorm genieten van Hugo. ook. Ik vind het ongelooflijk hoeveel liefde een kind kan geven. Dus ik denk ook dat uh, nou ja, 90% van mijn geld gaat naar ervaringen, uh, reizen, vakantie, vrienden. Dat, ja, daar word ik echt heel, heel, heel gelukkig van. En wat, wat, heeft, um, wat heeft dat zelfonderzoek, die therapie, je geleerd over het, uh, het type vrouw dat jij bent? En dat je wilt zijn misschien? Um, Open-minded. Uh, dus niet te snel invullen voor anderen. Uh, Weet je dat? Ik denk dat iedereen dat automatisch wel doet, maar ik heb echt heel erg geleerd om uh, daar op een andere manier naar te kijken. Ook een stukje ego aan de kant. Uh, ik ben zachter geworden. Ik ben veel zachter naar mezelf geworden. Heeft een voorbeeld van een stukje ego dat aan de kant moest? Uh, nou, ik weet niet eens of het echt een voor en een na is. Maar ik merk in ieder geval dat het, dat het me helemaal niet in de weg zit. Ik denk ook dat andere collega's hadden toevallig vrijdag een hele leuke managementdag. En dan gingen we allemaal iets over elkaar zeggen. En dan komt dan ook twee keer naar voren van uh, je hebt geen ego. Of tenminste, het staat je niet in de weg. Weet je, ik kan mensen veel dingen gunnen. Uh, ik hoef niet uh, per se op de voorgrond. Of uh, ik vind het. Ja, en dat probeer ik ook eigenlijk in het bedrijf zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Ik denk ook dat het, dat is, nou ja, beter is voor de samenwerking. Dus dat stukje. Maar ook vooral dat lief zijn voor mezelf. Uh, dat ik daar een stuk beter in ben geworden. Ik was echt in mijn twintiger jaren echt... Uh, ik leg, leg sowieso de lat nog wel hoog, denk ik. Maar ook met emoties. Ben ik ben best wel uh, gewend of ik heb geleerd om dat aan de kant te schuiven. En niet over te praten en gewoon door te gaan. En nu heb ik echt geleerd om emoties te laten komen en te omarmen. En uh, ja, mezelf een, 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 een heuk te geven. Dat klinkt allemaal heel erg zweverig, maar juist de mensen. Ik, ik zie dat je er uh, wel heel blij die, van wordt. Ja, ja de <laughs> mensen die er een beetje van weten, die zullen me begrijpen. Ja. Jezelf niet afkeuren. Um, wat doe jij dan de hele dag eigenlijk? <laughs> wat doe ik dan de hele dag? vraag ik mezelf ook wel eens af. Nee, heel veel. Nee, mijn agenda zit eigenlijk fully booked. Dus mijn uh, bureau staat daar, maar ik zit eigenlijk nooit achter mijn bureau. En uh, nou, mijn titel is dan CEO. Wat betekent dat je natuurlijk eindverantwoordelijk bent voor alles. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt niet met alles bezig ben. Als je kijkt naar Joret, die CFO en COO is, die doet eigenlijk ook heel veel... Uh, die stuurt ontzettend wat, veel afdelingen aan. Wat, Waar, maar wat is het belangrijkste... Het Allerbelangrijkste van wat jij doet? Ja, de hele dag. nou, dat is denk ik uh, zowel collectie als brand. Uh, de richting aangeven en de DNA bewaken. Oké, okay. heel kort gezegd. Hoe doe je dat? <laughs> Door heel dicht bij mezelf te blijven en dan zeg je dat dus klinkt allemaal heel vaag, uh, maar toch is dat zo. Ja, ik denk dat ik een, uh, ik kan me heel goed verplaatsen in wat een klant wil. Uh, maar ik denk dat ik ook wel kan zien wanneer het merk net even een beetje de, de risico's en de randjes op kan zoeken. En er wordt bij mij vaak ingecheckt van ja is dit FC? Is dit wat bij ons past? Kun je me een voorbeeld geven van bijvoorbeeld als het merk de randjes opzoekt... waar het echt heel belangrijk wordt welke beslissing je neemt, denk ik dan? Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, een voorbeeld zal zijn, of het is vaak ook als je nieuwe dingen gaat doen. Kijk, we hebben pas de eerste collectie kleding was de Spring Summer 17. Dus dat is pas vijf jaar geleden. Dus je bent continu de collectie aan het uitbreiden. Dus op een gegeven moment heeft het designteam, we hebben echt wel nu met z'n allen door van wat is het DNA van FC. Maar we, hebben, we beginnen nu bijvoorbeeld met een outerwear collectie. Dus dat zijn echt gewoon grote puffers, jassen, et cetera. Nou, dan moet je met elkaar echt alweer even opnieuw gaan zitten. Hoe zien die jassen er dan uit als wij dat zouden maken? En wat maakt het dan heel erg eigen? En wat maakt het dan anders dan. Wat er al is, en zo heb je het ook met bepaalde campagnes of bepaalde brandkeuzes. Weet je, tot waar, tot waar past het bij ons? Ik, ik probeer me voor te stellen hoe dan zo'n zo puffer eruit moet zien. Ja, jij weet dat al. Ja, en, dat kan ik ook nog niet zeggen, want maar, ze zijn er nog niet. Oh nee, natuurlijk. Maar, maar het is wel waar, waar kijk je dan? Wanneer, ja, nou weet, wanneer weet je dan, het is nu goed? Geef een uh, voorbeeld. Ja, maar dat is, en daarom is het vak ook zo leuk, dat is niet zo specifiek te zeggen. Want soms kan je gewoon zeggen: Oké, okay, dit is leuk, maar dit is net iets te mannelijk. Of dit is net iets te edgy. Oké, okay, maar dit is heel vrolijk, maar dit is net te kinderlijk. Weet je wel, it's a fine line. Eigenlijk, alles wat we hier aan het doen zijn, is een super fine line. En dat maakt het, denk ik, dus ook zo moeilijk. En dat beginnen we steeds beter te zien in het design team. Um maar dat hangt van heel dat hangt van je kan ik, ik heb hier een vestje aan. Ik kan hier knoopjes op zitten. Als dit kleine bloemetjes waren geweest, was het weer te vintage gevoel. Dus hier zitten nu wat stoerdere knoopjes op. Dan is het weer een balans. En dat doe jij. Andere, jij, denkt, jij denkt onder andere, Hier klopt iets niet. Ja, onder andere. En natuurlijk doe je ja. nog veel meer, want je bent de strategie met het team aan het uitzetten voor de toekomst. En uh, je hebt ja. het over winkelconcepten. Maar dit concepten. is het, het allerbelangrijkste, want dat vroeg ik je. Het allerbelangrijkste is eigenlijk. Ja, waar mijn waarde zit, is dit het belangrijkste. Ja, dat is ook niet veel... zo gek. Het, ik bedoel, het merk draagt je naam. Jij bent het merk eigenlijk. Is dat ook. Uh, hoe je erover denkt. Als het voor jou niet geschikt is, dan is het ook eigenlijk niet geschikt uh, voor je klanten. Nou, dat wil ik liever niet zo bedenken, uh, omdat ik dat een beetje egocentrisch vind en ook een beetje eenzijdig. Uh, alleen ik kan me goed verplaatsen in die klant. En ik vind het ook belangrijk. Tuurlijk, het heeft mijn naam. Nou, dat was ook mijn naam gekozen uit, uit gemakzucht, eigenlijk, omdat ik die naam. Moesten we veranderen, en toen dacht ik: Nou, als ik verder mijn daarvan ervan maak, dan heb ik er nooit gedoe mee. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat het een op zichzelf staand merk is, wat niet per definitie helemaal van mij afhankelijk is. Dus dat ben ik ook aan het bouwen om te zorgen dat dat DNA een, uh, opgeschreven wordt. Snap je? Ik bedoel, als het tot einde vandaag, als ik de hele tijd degene moet zijn. Um, die bepaalt wat het wel of niet is. Ja, het is dan... natuurlijk wel een risico. Als je, ja, maar ja, en dat... als je denkt, ja, die knoopjes nee, zijn eigenlijk niet de dus... goede knoopjes. Nee, precies. Dus die goede kno Hoe schrijf je dat op? Ja, nou, dat kan wel. Dat ja? kan zeker wel. Doordat je ook. We zijn nu ook dat merk echt aan het laden, dan ga je ook steeds meer opschrijven waar je voor staat. En dat is zo leuk om te zien. Want op een gegeven moment gaan andere wow. mensen dat dus opschrijven. En dan denk je helemaal, yes, dit is het. Dus als je ziet dat dat DNA echt. Op een gegeven moment zo vorm krijgt en dat mensen dat gaan zien, dan zul je zien dat er straks een collectieuitbreiding komt en dat het team dat helemaal zelf invult. Is dit misschien wel de, de mooiste vorm van leiderschap voor jou? Ja. ja, dat heb je goed gezegd. Ja, dat denk ik wel. Dus ik wil het ook niet allemaal zelf doen. Ik, vind het ik geniet er veel meer van als het team het doet dan dat ik het doe. Veel meer. Dat vind ik echt cool. Hoe heeft jouw zoon jouw leven veranderd? Uh, nou, echt enorm. Hoe oud is hij nu? Hij is nu zeven. Um, nou, ik denk dat ik helemaal niet had kunnen bedenken dat er zo'n vorm van liefde bestaat. Uh, wat je voor je kind voelt. Dat vind ik echt gewoon heel raar. Dat je gewoon echt naar kan kijken. En toen hij nog een babytje was of een peuter. Of een, uh, hoe noem je dat? Uh, als hij gewoon echt heel klein, klein kruipt. Dan kon je uren gewoon naar hem zitten kijken. Dus ik dacht, wat doe ik? <laughs> maar dat, is, dat vind je dus dan heerlijk. Nou, en nu is hij inmiddels zo groot dat je echt... Lol heb met z'n tweeën en uh, alleen maar vragen gesteld. En hij is super enthousiast. En nou, dus wat heeft hij veranderd? Hij heeft me echt iets gegeven. Ik vind het ook heel grappig. Hij is ook een automatische rem geweest in mijn leven. Ik denk ook wel, um, ja, ik kan gelukkig goed als ik met hem ben, dan zet ik de, de, de rest uit. Dus uiteindelijk, je wil gewoon tijd met hem natuurlijk spenderen. Dus die tijd kan je niet aan je werk besteden. Dus dat was ook wel positief, denk ik. Um, het is verdieping. Het is gewoon alle clichés. Het is verdieping. Uh, het gaat niet meer alleen om jezelf. Het gaat echt om een ander. En dat vond ik ook heel verfrissend. Je, je zei eerder: je bent niet een bedrijf aan het bouwen wat je zoon zou kunnen overnemen. Of zou moeten overnemen. Ja, dat is niet nee. wat je verwacht. Nee. Maar je zou natuurlijk wel te gek zijn. Ja, dat zeggen zoveel mensen, zeggen dat. En ik heb nou ja. dat dus helemaal niet. Nee, nee. Maar dat komt denk ik ook omdat ik... Um, ik geniet er zo van dat ik zelf iets heb neergezet. Dus ik gun hem dat eigenlijk ook. Ik zou het veel leuker vinden als hij gewoon echt iets doet en dat het niet is, ja, mama's bedrijf. Ik weet niet, ik vind het cooler als hij. Het zou die... te makkelijk zijn, bedoel je? Ja, ja misschien ga ik weer. Uh, ja, de uitdaging. Ja, ik denk het wel. Ik. Uh, ah. Ja, nee, dat hoeft echt niet. Hmm. Het is natuurlijk wel zo dat je, uh, je, je, je hebt door een kind te krijgen je verantwoordelijkheid veel verder in de toekomst uitgestrekt. Namelijk voor hem, voor zijn kinderen en voor hun kinderen. Um, Ga je daardoor ook je afvragen: moet ik misschien de wereld een stukje beter maken? Um, kijk, ik heb niet de illusie dat ik de wereld kan verbeteren zelf. Ik de, wat ik wel leuk vind, is we, we, we groeien hard. Dus we worden steeds groter. Dus dan kun je ook. Procent steeds... Of 40 per jaar, hè? Ja. Ja. ja, al acht jaar lang gemiddeld. Dus één keer meer. Ja, ik vind het zelf ook wel echt. Normaal, maar ook heel leuk. Maar dus je merkt gewoon ook met het team hoe groter je wordt, hoe meer gesprekken je kan voeren, wat je eventueel kan bijdragen. Dus ik zit nu wel en dat had ik natuurlijk to toen ik jonger was, dacht ik, had ik helemaal niet het idee dat we ooit zo groot zouden worden. Dus nu denk ik zeker uh, ook op het stukje, uh, nou ja, female energy. Uh, denk ik wel dat wij echt een voorbeeld zouden kunnen zijn. Daar hebben we het ook veel met elkaar over. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we teruggeven aan de maatschappij? Welke initiatieven zijn er? Dus daar beginnen we nu gesprekken over te, uh, wat is, over te wat vormen. Wat is dat precies, uh, female energy? Wat bedoel je daar precies mee? Ja, ik denk... Um... Kijk, feminisme, dat klinkt uh, wat heftig tegenwoordig... en ik denk ook eigenlijk helemaal niet meer... dat die, die term wordt eigenlijk niet zo heel veel meer gebruikt, maar... Wat ik belangrijk vind, en je ziet het ook in, in wat er nu gebeurt tussen mannen en vrouwen, het vervaagt steeds meer. En ik denk, uh, wij hebben in dit bedrijf, er werken hier natuurlijk ook echt, uh, echt een aantal mannen, maar de meerderheid is, is vrouw. Er zit een vrouwelijke energie in, uh, maar die kan ook ambitieus en duidelijk zijn. Maar er zit ook een bepaalde empathische, uh, empathie in, uh, sympathie, een bepaalde zachtheid, uh, die denk ik belangrijk is voor de wereld. Dus zeg maar, op zoek gaan, ook voor mannen, naar je vrouwelijke energie. Ik denk dat dat goed kan zijn. Ja. En daar, um, dat, dat zou dus jouw manier zijn om de wereld een beetje beter te maken? Voor... Ja, en natuurlijk ook een voorbeeld zijn voor vrouwen. Weet je, het is ook dat ik hier bijvoorbeeld zit. Ik zou het ontzettend leuk vinden als ik, uh, en dan met dit bedrijf, want uiteindelijk zijn er nog steeds 90% vrouwen wat hier werkt. Om een voorbeeld te zijn, om je droom te volgen, om ergens voor te gaan. Uh, ja, daar zou ik echt graag een voorbeeld in willen zijn. Mijn moeder is altijd het voorbeeld geweest voor mij om onafhankelijke vrouw te zijn. Uh, heeft ze mij ook echt meegegeven en ik ben daar heel dankbaar voor. Hoe deed je moeder? Dat, ja, heel, die was altijd heel druk. Die is nog steeds. Die is ongeveer nog drukker dan ik. Maar uh, ja, die had een eigen bedrijfje in het inrichten van huizen. Maar ze, ze heeft ook heel lang als nachtzuster gewerkt uh, in, een, in een tehuis bij ons om de hoek. En die was altijd bezig. En die was er en voor ons, maar ook altijd aan het werk. En altijd het eigen geld, nog steeds gescheiden rekeningen met mijn vader. En, uh, dus ik ben wel op die manier opgevoed. En ja, ik, ik wil heel graag dat toch aan vrouwen en de volgende generaties meegeven: om, uh, om uh, ja, niet kleiner te voelen en om echt een seat at the table te hebben en ervoor te gaan. En dat moet veranderen. Als je zegt, vrouwelijke energie kan de wereld een beetje beter maken. Ja, dat denk ik. Dat denken we. Doen we te weinig? Ja. Wij mannen. Mm, ja, mannen, soms ook vrouwen. Of... Ja. Ja. Um, er komt een moment dat je denkt: Dit was mijn droom, hij is klaar. Ja, dat weet ik dus We niet. We weten niet wanneer. Ik weet dus ook niet of dat zo is. En misschien het komt het, het ook zijn. wel niet. Ja. Maar stel je, voor, stel je voor, dat vraag je je vast wel eens af. Uh, stel je voor dat ik, dat ik ermee zou stoppen? Mm -hmm. Wat dan? Nou, ik, ik merk dat ik eerder. Um, dat spannend vindt, dat idee, dan dat ik daar naar uitkijk. Ik ben dus een beetje bang dat ik dan uh, in een gat val of dat ik dan... Weet je, het is zo verweven in mijn leven en ik kom elke dag hier op kantoor... en ik werk met een fantastisch team en dat geeft me zoveel energie. En ik denk wel eens van, nou ja, en dan? Dan word ik, dan word ik wakker. En dan? Weet je, wat moet, wat, moet ik, wat moet ik gaan doen? Ik ben zo gewend aan met mensen werken, uh, met elkaar aan iets bouwen wat me elke dag uitdaagt... Ik ben bang dat ik misschien nu zou denken, oh, dat lijkt me geweldig. En als het eenmaal zover is, dat het heel erg tegenvalt. Dat ik dan terugdenk aan die tijd van, oh, maar had ik nog maar dat geweldige bedrijf. Maar de, 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 denk, ja, de, het vermoedelijk komt er toch een moment dat je. Uh... Dat je ze dat je gewoon ziet. Ik hoef nooit meer te werken. Nou, misschien is dat moment er ja. wel al. Maar er komt een moment dat je dat, je dat gaat afvragen, vermoeden. Ja, maar dan heb je dus. Veel mensen hebben geld. dat toch? Maar ja. veel mensen hebben dat. Ja, en ik heb dat dus niet. En ik denk dat ik misschien in mijn hele leven zou kunnen werken. En dat is voor mij niet afhankelijk van hoeveel geld er Maar je ziet best staat. mensen die, die 50 zijn, de boel verkopen en dan. Ja. En dan uh, dingen gaan doen, zoals uh, golven. Ja. Zeilen, ja, misschien dat ik dat. Investeren. Mis, ja, misschien dat is over negen jaar. Maar ik vind het zo moeilijk om te bedenken hoe ik me over negen jaar voel. Ik hoop dat ik dan nog net zoveel levenslust heb als nu. En het leuk vind om aan iets te bouwen. En ik vind het denk ik ook heel belangrijk om altijd jonge mensen om me heen te verzamelen. Om nog jong van geest te blijven. En, um, en ik heb al zoveel in het leven. Snap je? Ik heb helemaal niet dat ik denk: oh, en dan, dan kan ik. Nou wat? Ja, wat? wat nou, wat? ik bedoel eigenlijk niet dat, dat het dan dat het dan opeens beter is omdat je niet meer hoeft te werken. Nee, maar wat bedoel dat, je dan wel? Ik bedoel dat het een keer klaar is. Ja. Dat, nou, kan. dat kan. Het zou het, 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 het zou kunnen dat het bedrijf een bepaalde vorm heeft, of dat je misschien investeerders gaat is zoeken. Je zei het zelf eerder in nee, ons nee, gesprek. Nee, misschien kan. ben ik wel niet meer nodig op een ja, bepaalde nee, fase kan. in mijn bedrijf. Maar het kan ook zijn dat het nog wel zo is. Dus dat ja, weet ik dus. Maar mijn vraag niet. gaat erover als dat het geval is. Oké, okay, als dat het geval is. Als het doel, dan valt eigenlijk ja, het doel. Er okay. is geen doel meer. Strikt eromheen... omheen. Nou, dat zou kunnen. Stel dat dat is over tien jaar. Oké. Okay. En dan is de vraag wat dan? Nou, ik heb wel nog een droom met een vriendinnetje om een wijn te gaan produceren. Ik wil nog graag Frans beter leren, pianoles. Nou, er zijn nog wel wat dingen wat ik in, maar ik weet niet of ik dan denk. Dan denk ik na twee maanden, oké. Okay. Uh, Je wacht even, Je wilt wijn gaan produceren. Ja. Nou, vertel. Ja, dat, is, dat weten we nog niet. Misschien in Portugal. Nee, ik, dat is gewoon zo'n droom. Dat je denkt, oh, dat lijkt me nog wel heel leuk. Maar, maar, maar ik, is dat een droom die je niet, die niet meteen ten uitvoer kan brengen? Ja. Waarom zou je daarmee wachten? Ja, omdat ik. Nee, ik ben echt wel iemand van de focus. Ik ben echt gefocust nu op dit bedrijf. Ik ga daar niet nog een side business naast doen. Maar ik vind wijnboer worden vind ik wel ambitie. Er zijn mensen die ja. daar hun hele leven ja. aan leiden. Nee, ja, precies. Ik denk ook niet dat ik dan, uh, dat weer te groot moet aanpakken. Maar oké, okay, een ander voorbeeld wat ik, ik heel ik graag wil doen... Ik denk dat je doen, dat wel te groot gaat aanpakken. Ja, waarschijnlijk. Maar wat ik, wat ik echt graag wil doen als over tien jaar... als we het dan daarover hebben... is echt heel veel vette reizen maken. En ook met Hugo dat lijkt me echt te gek. De wereld over en... ja. Daar heb je dan meer tijd voor. Ik vind dat heel inspirerend. Maar ik denk dat ik toch ook, ook wil blijven werken. Dan denk ik gewoon dat dat daarin zit. Ik vind het gewoon zo leuk. Het, het lijkt me heel mooi om over de hele wereld te kunnen reizen... zonder je ergens zorgen over te hoeven maken. Maar het lijkt me ook leeg. Nou, daarom. Jou niet? En als nou, je zegt inspirerend, ja, inspirerend voor wat dan? Nou, en ik denk ook, weet je, als je nu een mooie reis maakt... oké, okay, het leven is natuurlijk nu wel echt heel druk... maar daar geniet je ook enorm van... omdat je denkt, ik heb het verdiend en ik, ik heb zo hard gewerkt... Ja. en nu kan ik. En als je dan gewoon de hele tijd dat kan doen... ik denk gewoon dat dat minder uh, voldoening geeft. Ja. En je zei het ook een paar keer, geld is niet waar jij het voor doet. Nee. Nee, en natuurlijk is geld wel... het is heel fijn omdat je het vrijheid creëert... En comfort en uh, onafhankelijkheid. Uh, dus op een bepaalde hoogte heb ik dat nodig en geeft dat me echt geluk. Maar ik, ik zou gewoon ook niet te veel willen hebben. En dat klinkt heel stom, maar ik denk ook gewoon aan Hugo. Ik vind het echt zo belangrijk dat hij niet een, uh, een verwend uh, jong wordt uh, waar het allemaal maar kan. Dus misschien ook omdat ik zelf uit een gezin kom waar uh, hard gewerkt werd en. Uh, Twee benen op de grond en ik vind het belangrijk dat hij dat ook mm. meekrijgt. Ben je soms wel eens bang dat het allemaal tussen je vingers doorglipt? dat het opeens weg is? Dit bedrijf. Ja. Ja, grappig. Ja, heel soms gaat het wel eens door me heen. Heel soms denk ik wel eens van, oh, straks is het er niet meer. En het klopt ook misschien, want ik heb, in principe heb ik enorm veel overtuiging in het leven en geloof ik eigenlijk altijd dit komt goed. Nou, er is natuurlijk wel wat aan de hand in de wereld nu. Dus heel soms denk je wel eens: oh jee, straks gaat het allemaal mis? <laughs> maar goed, dan is dat een gedachte van 10 seconden en dan ga je natuurlijk weer over tot de orde van de dag. Dus het is niet dat het het doet niet je wakker houdt. Nee, ik kan er niet zoveel aan veranderen. Dat is weer altijd een beetje mijn ratio die dan komt. Dat <clears throat> Ik denk heel erg pieken over iets piekeren over iets waar ik wat ik niet in de hand heb, dat vind ik zonde van mijn tijd. Zou je, Zou je voldoende energie kunnen opbrengen om het nog een keer te doen? Nee, no way. Dus een nieuw gouden ei? Dat nee, nee, nee is het echt. Niet. Ik voel dat echt aan alle kanten. Het, is, het klopte helemaal, zeg maar in de levensfase. Maar dat helemaal oh. from scratch iets bouwen. En het was echt natuurlijk zelf dozen, schuiven. Gewoon alles zelf doen in het begin. Die energie heb ik niet meer. Nee, ik zou niet weer helemaal vanaf nul opnieuw kunnen beginnen. En ik denk ook heel eerlijk dat het me helemaal niet lukt om het nog een keer een succesvol bedrijf van te maken. Ik denk dat dit echt, het, het, het hangt zoveel samen met ook geluk, de juiste mensen. En ja er zit zoveel levensenergie in. Uh, ik heb echt niet de illusie dat ik, uh, als, dit, als je dit hier ooit mee ophoudt, dat ik zeg, ook oh, ga dat gewoon nu een ander merk beginnen of iets anders beginnen en dan wordt het weer nee, ik geloof het niet in. Het is, het is eigenlijk wel, wel heel bijzonder dat het zo krankzinnig goed gelukt is. Ja, dat vind ik ook. Ik, ik kan het soms ook niet voorstellen. Ik vind het echt bizar. Ja, nee, I agree. Nou ja, ik denk dat je jezelf niet uit moet vlakken daarin. Toch? Ja, dat weet ik niet. Weet je, uiteindelijk, uh, inmiddels, uh, is, is hier een heel team en uh, mm. is het echt niet meer helemaal van mij afhankelijk. Dus, uh... het, 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 maar er zijn, het, zijn wel veel dingen goed gegaan. Ja, dat is heel fijn. Jij bent uh, 41 nu, hè? Ja. Uh, 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 ben jij ervan bewust dat het leven ophoudt? Ja, dat ben ik. En dat vind ik echt een vreselijk idee. Mm. En gek genoeg wordt dat dus ook door Hugo iets meer. Is het iets meer in mijn ook Hij vraagt er bijvoorbeeld naar. En dan zaten we laatst op de fiets naar school. En dan zit hij voor op een zitje. En dan zegt die man: wat, wat gebeurt er eigenlijk als je dood bent? Dan denk ik echt: Oh my god, het kwart over acht. Serious? En dan, ja, en dan lig je onder de grond. En wat gebeurt er dan met je? En ik, ik zeg: Dan serieus, je zullen we het hier even niet over hebben? Nee, ik vind het, ja, ik vind het uh, een heel raar idee. En helemaal niet een leuk idee. Ik vind het leven zo leuk. Ik ben zo aan het genieten. Dat ik het gewoon verschrikkelijk vind dat dat ophoudt. Het is gewoon voor iedereen natuurlijk, maar ik vind het gewoon een verschrikkelijk idee. Ja. Heb je dan misschien ook het gevoel dat, dat, dat je daardoor extra gehaast bent? Ja, misschien dat je wel. Echt, het moet. Ja, misschien wel. Ik denk wel vaak, oh ja, ik moet het nu allemaal doen. En ik wil ook geen kansen laten liggen. En ik wil ook alles pakken. Maar misschien ook wel omdat ik denk, weet je, je hoort echt wel verschrikkelijke verhalen af en toe om je heen. En dan zeggen we ook als vriendinnen weer tegen elkaar: van... Uh, weet je, dus we moeten echt elke dag leven alsof het de laatste is. Het kan wijs van spreken uh, volgende week over zijn. Dus dan wil ik echt ook terug kunnen denken: Van ik heb er alles uitgehaald. Ik, heb niks ik wil ook van Hugo niet te veel missen. Ik wil. Ja, ja dat denk ik wel. Kan je, dat, kan je dat leven elke dag alsof het de laatste is? Ja, wel een beetje. Ik geniet heel, heel erg. Ik kan heel goed genieten. Ik zit niet zo vaak te zeiken over dingen en zo. Ik ben wel echt kan echt vaak omheen kijken en denken, wauw, wat is dit geweldig. Ja. Wat doe jij als niemand kijkt? Wat doe ik als niemand kijkt? Uh, op het telefoon werken, op de wc of zo. <laughs> <laughs> ik denk, oh my god, zit ik nou serieus <laughs> hier ook nog gewoon mijn e-mail te checken? <laughs> uh, Guilty pleasures. Ja, of ja, nee, of ja, of waar zou je? Waar zou ik bijvoorbeeld mee willen breken of zo? Een, een, een habit. Nee, ik heb nog wel af en toe dat ik. Ik vind wijn heel lekker. En als je het dus heel druk hebt. dan vind je het ook heel lekker als uitlaatklep. om even lekker wat te drinken met vrienden. En dat. Uh, nou, er zullen er meer zijn die het hebben. Maar ik vind dat af en toe toch nog dat in de hand houden. Dat je denkt, waarom kon ik het nou toch weer niet laten om weer gewoon. Te veel te drinken. Had de laatste fles ook overgemoeten. Ja, precies. Het antwoord is altijd nee. Nee, maar het is dan natuurlijk altijd weer zo gezellig. En ik kan <laughs> soms wel, als ik gewoon echt druk heb... dan vind ik het zo lekker, dat glas wijn. En Dan is het wel een beetje natuurlijk die... die uh, ja, ik denk die hoge energie, er, weet je, er, eruit drinken. Dus dat zou ik soms wel willen verminderen. Maar goed, ik, ik sport wel veel en het is wel... Het gaat oké, okay. het gaat oké. Okay. <laughs> Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel, Roelof. Heel leuk. Selfmade in Holland, van Webhelden en de ondernemer. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op nieuw Business Radio en in je favoriete podcast-app. Ga naar deondernemer.nl voor alle afleveringen. Meer weten van de gasten? Kijk op www.webhelden.nl. Powered by Arjen en Klarna.